Niet hopen dat mijn video van alles gestuurd wordt. Als je niet wil. Oh, ja. Hallo. Hartstikke leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Er zijn veel mensen. Dit is mijn eerste werk in mijn nieuwe atelier hier in Scheveningen. Toevallig zo dat vast rond dit moment dat ik hier een kunstwerk wou maken. En ik in dit atelier hier in Scheveningen grote werken kan maken met staal en hout. Kijk, verder als kunstenaar ben ik bezig om een transformeerbare mobiele wereld vorm te geven. Ik maak ruimtelijk werk. Met vaak systemen, modulair werk, waar experimenten vooraan staan. Dit werk wat je hier kan zien, is gebaseerd, heeft elementen die je in Scheveningen kan zien in zich, zoals het wind, het water, het zand. Het geeft een vrijheidsgevoel weer. Het is allemaal gereguleerd. Dat heb ik eigenlijk in dit werk naar voren gehaald. Het is een extreem gereguleerd cultuurlandschap. In deze ringen, hier vijf ringen zijn het. Daar komen dingen in als zand, water, dingen die aanspoelen zoals schelpen. En dat is eigenlijk het landschap en dan het middenstuk, de stalen constructie met verschillende kranen die alle kanten op staan. Daarmee kan je het extreem gereguleerde landschap nog extra controleren. Er zit ook een soort van controlecentrum in het midden. Kijk, de komende weken zal het kunstwerk nog wat veranderen. Het is namelijk van staal en zal naar oranje gaan worden, roesten. Het gaat nog wat veranderen, dus jullie moeten er zeker nog terugkomen. Het opnieuw nog een keer te veranderen. Ja, dat was het. Oké. Okay. Nou, dames en heren, nogmaals dank voor jullie komst. Aan de achterzijde van de tent hebben wij champagne, of course. Hapjes, neem alsjeblieft wat te drinken. En als het echt te koud wordt, dan hebben we boven een DJ staan en lekkere warme kappertjes. Dus blijf nog even hangen, alsjeblieft. Yeah.